a place I go to when no one knows me. It's not lonely. It's a necessary thing. Arnhem, hoofdstad van Gelderland. Een stad die leeft, bruist en waar mensen in beweging zijn. Ik ben benieuwd waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan. Waar gaat u naartoe? Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets and remember how to love. Goedemorgen, meneer. Goedemorgen. Nog de beste wensen, dat kan ja, nog, hè? Ja, kan nog steeds hetzelfde. Ja, dankjewel. Mag ik vragen waar we naartoe gaan? Ik ga naar huis. En wat is het huis? Huis is Prins Kaaf. En bent u een Arnhemmer? Ik ben echt Arnhemmer, ja. Ras echt. Geboren, getogen. Geboren, getogen. Ja. In Zuid. Arnhem-Zuid. Oké. En woont u al lang op Prins Kaaf? 4 jaar nu. Ja. Bevalt het? Heerlijk. Ja. Lekker rustig. Hey, wat brengt u vandaag in de stad op 3 januari? Ik ben net weer te sporten. Ja, dat is een goede. Wat voor sport doet u dan? Ik doe een beetje van alles, een beetje conditietraining. Dus, en doet u in de stad of zo? Afvallen. Ja, ja. Bij Cimento. Okay. Ik weet nog reclame mag maken. Mag ik even zeggen. Ja. En wat doet u daar? Pakt u dan de toestel of zo? Of, wat, Ja, van alles een beetje. Een lijst waar ik op moet werken. En, ja. Doet u dat al lang? Vanaf mei nu. Dus bijna een jaartje. En met een bepaalde reden ook? Of? Ja, we afvallen. Ja, maar ja, gezond voor mijn gezondheid. Voor lekker eten, denk ik. Voor mijn gezondheid. Ja, maar ja goed. Goed erbij. Dus maar wat was gezond? Was hij niet goed dan? Die was een beetje aan de hoge kant, ja. De bloeddruk? De bloeddruk, suiker. Ja. Dus ja. Daar moet wat vanaf, ja. Ja, daar hebben we allemaal last van. Hebben we allemaal last van. Dus, maar je moet ook een beetje leven, hè? Daarom, genieten. Ja. Dat doe ik ook nog wel. Ja. Bent u ook werkzaam? Ik ben werkzaam. Wat doet u voor werk? Ik werk in de zorg. Mooi. In Waalstaten. Tegenover waar ik woon, zeg maar. Ja? Ja, verpleeghuis. En wat voor werkzaamheid heeft u, hè? Ik ben verzorgende daar. Ja, voor de ouderen? Voor de ouderenzorg, dementerende. Ja, als gesloten afdeling. En dat is wel een roeping, denk ik. Dat is wel een roeping, ja. En doet u dat te lang, dat werk? Al lang. Ik werk al 22 jaar in de zorg nu, ja. Respect. Vanaf mijn 16e. Bijna 40. Dus, En wat voor eigenschap moet je daar nou? Moet je daar veel geduld voor hebben? Of? Ja, heel veel geduld. Geduld, liefde. Ja. Ja. Mooi. Voor de centen hoef je het niet te doen. Nee, wordt nog steeds niet goed. Ik klaag niet. Nee, maar het is niet, je moet het wel met je hart doen natuurlijk. Er zijn bepaalde beroepen waar het wel wat hoger zou mogen. Ja, precies zo. Woont u alleen in Prinsia? Nee, ik heb een vriendin. Ik spoor met een vrouwtje. Ah, ja. Dat is ook leuk. Ja, zeker weten. Ja. Kinderen? Ja, nee. En als u nou naar Arnhem kijkt, zo, zeg maar, wat spreekt u het meeste aan Arnhem? Ja, toch Arnhem. De stad nog steeds, ja. Nou, ik wens u een heel mooi en gezond 2019. Ja, hetzelfde. En succes met je werk ook. Dankjewel. Dankjewel ook. Dankjewel. Bedankt, tot ziens, hè. Hoi. Goedemiddag, meneer. Goedemiddag, RTV Arnhem. RTV Arnhem. Mag ik vragen waar naartoe gaat? Kronenburg. Gaat u winkelen of woont u daar? Nee, ik ga niet winkelen. Ik heb een afspraak daar. Oké. Okay. Ja. En bent u een Arnhemmer? Ja, was echt. Ja? Ja hoor. En hoe lang al? 72 jaar. Bent u al 72? Ja, okay. Pas geworden. Oh, nou provisie had. Ja. Dit jaar geworden? Of, vorige week. Nou, van harte. Ja. Ja. 72, dat is al een behoorlijke leeftijd. Ja. Ja. En dan heeft u al hoop meegemaakt in Arnhem, of niet? Heel veel, ja. Ja. Anderhalf jaar geleden mijn vrouw verloren. Ja, dat is minder natuurlijk, hè? Na 49 jaar. Ja. Dat went natuurlijk nooit. Nee. Nee. En hoe pakt u dat op dan nu, zeg maar? Hoe gaat zei ik, nou ga ik naar Kronenburg, er zitten een paar kennisjes, ik ga een beetje kletsen. Want u woont niet in Kronenburg? Nee, Arnhem-Zuid. In Arnhem-Zuid, ja. Oké. Okay. Want u blijft wel onder de mensen, zeg maar. Ja, precies, ja. Ja, want je moet er wel wat van maken. Ja. Ja. Nou, een uurtje, anderhalf uur kletsen en dan ga ik weer terug naar huis. Ja. En als maar heeft u wel zelf kinderen? Ja, 2 dochters. Oké. Okay. Ja. Maar ja, het went natuurlijk nooit, denk ik. Nee, het went nooit, nee. En toch moet je er weer wat van maken, want, hè? Kom je weer aan een leeg huis straks? Ja. Dat is toch raar, ja. 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 Maar zorg wel dat u onder de mensen blijft. Ja, dat doe ik en, ook. En heeft u verder nog andere activiteiten? Zeg maar, dan kijkt u misschien wel tv ook? Ja, meer als eerst. Ja. Ja, omdat je nou alleen bent, hè. Ja. En hoe heeft u de feestdagen dan doorgebracht? Ja. Kennisjes. Ook wel. Ja. En bij de dochters? Nee. Dat niet? Nee, eens hadden we Aruba, de andere
Jan was ook weg, dus ik kon niet. Maar zat in Aruba voor vakantie of woont hij daar? Nee, vakantie. Die zaterdag heb ik je opgehaald op Schiphol. Met de auto? Nee, met de trein. Want rijdt u zelf nog auto? Ja. Okay. Maar ik had een Albert Heijn kaartje voor de trein. Dus dat scheelt. Ja. En toen heeft u uw dochter opgehaald? Ja. Oké. Ja, dat is zo. Nou, ik hoop dat u toch een mooi 2019 tegemoet gaat. Ik hoop het ook. En dat u een beetje vreugde en plezier heeft. En dat ik een beetje gezond blijf. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag. Mag ik vragen waar je naartoe gaat? Wij gaan even de stad in inkopen doen. Ik zie daar, is dat uw man? Ja. Komt u er rustig even bij? Komt u er even bij staan? Komt, ja, zeker. Nee. Komt er even bij. Ja, we zijn er toch niet. Nee. Maar u gaat de stad in? Ja, we gaan de stad in. Even inkopen wat brengt u op 3 januari in de stad dan? We moeten even inkopen doen voor Spanje. We gaan naar Spanje. Woont u daar of? Ja, tijdelijk. Oh, heerlijk. Heerlijk. Maar heeft u daar een tweede huis dan? Of? Ja. Nou, wij niet, maar van een kennis. Wat leuk. Ja, dat is toch genieten? Heerlijk. En de rest van de maanden bent u in Nederland? Ja, we komen volgende maand even terug, want dan moet mijn man weer even naar het ziekenhuis. Oh, dat is minder? Voor controle. Dat is minder. Alleen controle. Oké. Okay. Ja. Maar verder gaat het goed? Verder gaat het. En heeft u nog wensen voor 2019? Nee, dat we allemaal maar gezond mogen blijven. De kinderen mogen zien? De kinderen, ja. Die zijn net kleinkinderen zijn ook wel? De kleinkinderen zijn net de deur uit. Zijn 4 dagen geweest. Gezellig. Okay. Ja. Ook goede feestdagen gehad? Heel gezellig. Heel gezellig. We gaan echt een gezellig 2019 maken. Oké. Okay. En waar gaat u naar Spanje heen? Niks. Oh, waar de, we gaan naar Marbella. En dat doet u niks? Dat doen we niks. En is het in de maand januari, februari? Ja, dus 8 februari komen we weer terug. Heerlijk. En dan, een beetje die donkere dagen zo van Even overbruggen en dan gaan we in begin maart weer terug. Vervelend en dan weet je niet zo lang. Ja. Ja, heel vervelend. Nou, geniet er maar van. Genieten ervan. Nou. Iedere dag wandelen. Oké, okay, nu gingen we wat spulletjes kopen. En, ik wens jullie een mooi 2019. Dankjewel. Tot ziens, hè. Okay. Groetjes, dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar gaat u naartoe? We gaan het centrum in. En ik zie volgens mij, denk ik, 2 kleinkinderen. Ja, klopt. En die hebben natuurlijk nog vakantie. En wat gaat u doen in het centrum? Nou, we gaan in ieder geval zo eerst maar even naar de speelgoedzaak. Dat is belofte. Maar is er iets te vieren dan? Of? Nou ja, vakantie is toch vieren, of niet? Ja, eigenlijk is elke dag. Ja, elke dag leuk. Feest. Ze gaat wat uitzoeken voor de kleinkinderen. Ja, nou, ze weten wat ze hebben wil, hoor. En jij ook? Niet echt nog. Niet echt nog. Oké. En u bent er ook bij? Ja. En u heeft een zonnebril op, mag ik vragen? Ja, ik moet wel. Ik ben vanmorgen aan mijn ogen geopereerd. En kunt u nu al weer rondlopen? Na staar. Ja. En dan kunt u nu alweer rondlopen? Ja, nou ja, met een zonnebril. Ja, maar je mag niet bukken, denk je zo? Geen druk op het gezicht? Nou, dat is niet zo erg. Het is meer het licht. Oké. Okay. En bent u polyklinisch geholpen dan, zeg maar? Ja, polyklinisch, ja. En ging het goed? Bij de Bergman Kliniek. Oké, okay. Nou, dat ga ik gelijk vergeten. Maar ging het goed? Ja. Ging het goed? Ging prima. Ja, nee, het effect is goed. Oké, okay, want je kunt, de troebel is nu minder. Ja. Okay. Ik kan aan één oog nastaar, dat is vuil van de staaroperatie. Ja. Vandaar nastaar, ja. Ja, ja. Nou, ik hoop dat u 2019 wel gezond ingaat. Ja, we blijven bewegen, hè. Ja. Ja, ja. Wat doet u voor sport? Spinning. U doet spinning? Ja. Ah, ken ik u daarvan misschien? Ja, we zijn bekende. Ja, nou zie ik het. Ja. Nou, wat leuk. Nou, ik hoop dat uw ogen snel herstellen. Ja, dankjewel. Hij heet Jan. Wat zeg jij? Hij heet Jan. Oké, okay, Jan? Jan. Jan, dat is een mooie ouderwetse Hollandse naam. Ik wens jullie heel veel plezier met Open Oma. Dankjewel. En zoek wat moois uit. Ja. En heel mooi 2019. U ook. Tot ziens, en bedankt, hè. Ja, en beterschap, hè. Dankjewel. Tot ziens. Waar gaat u naartoe? Wij gaan naar Capelle in Zeeland. Vakantie? Zo zou je het kunnen noemen. We hebben elkaar pas leren kennen. We zijn erg gelukkig. En de ene keer zijn we in Arnhem bij Ellie hier op een appartement. En de week daarna, of nog langer, zijn we in Capelle. Want u komt uit Zeeland? Ik woon in Zeeland. Ik woon niet vandaan, maar ik woon er wel. Want waar komt u oorsprong vandaan? Groenlo. Oké. Okay. Daar ben ik geboren. Ja, maar nu woont u een tijd al in... Ik woon al 40 jaar in Zeeland. Bij Capelle? Bij Capelle. Ja. Dat bevalt goed? Dat bevalt prima. Ja. En uw nieuwe partner, die woont in Arnhem? Die woont in Arnhem, klopt. En u heeft hem pas leren kennen? Wij kennen elkaar 7 weken en 4 dagen, dacht ik. En hoe is dat tot stand gekomen? Ik weet niet of ik die naam van die
dat programma mag noemen. Dus een internetprogramma. Het begint met een P. Oké, okay, het zegt me allemaal niks hoor. Van alles invullen. En klaarblijkelijk hebben wij maar dezelfde. Maar het is een soort dating? Het is een dating site. Oh, oké, okay. Wat leuk. Maar en, ja, ik ken die naam niet hoor. Want ik ben al zelf al heel lang bij dezelfde vrouw. Ja. Ik hoef niet op die site. Nee. Maar dat, u heeft een soort match gemaakt. Ja. Daar vul je allerlei gegevens in. Je maakt, precies, ja. Je stelt een profiel van jezelf op. Ja. Dan ga je zoeken. En waarschijnlijk zoek je dan naar ongeveer die dingen die je zelf hebt ingevuld. Tuurlijk, ja. En zo kun je met elkaar contact opnemen. Wat leuk. Want u heeft natuurlijk al een leven. Ja, wij allebei. Ja. En wie is weduwe? Ik ben weduwnaar. Ja, oh, dat geeft ook een band natuurlijk. Ja. En weet u wat het ook is? Als je, je botst niet meer om 6:30 in de Albert Heijn met een karretje tegen iemand aan. Van, dat wordt hem. Dat is niet zo makkelijk. Dat was vroeger misschien wel. Maar... Nou, ik denk het niet. Nee, maar dat is heel moeilijk. Ja. Dus ja. Als je dan een keer een leuk iemand wil zoeken, dan is die kans veel groter. Ja. Dat je op die manier een match kan vinden. Dat klopt. Ja. Wat fijn dat het dan gelukt is. Daar zijn wij jongens heel erg blij. Heel veel plezier samen. Dank u wel. En gezond blijven. Het gaat je goed allebei. Fijne dagen. Hoi. Everybody got the reason. Everybody got the way. We can tell each other secrets. And remember how to love.